De voormalige Thomaskerk is niet alleen bedoeld als gebedsruimte voor moslims, maar ook als een sociale plek voor de hele buurt. Onze stroming, onze moskee, stelt haar deuren open voor een ieder die wil komen kijken. Kom vooral kijken wat we doen en wie we zijn. Want wij zijn niet de islam die buiten bekend staat als gewelddadigheden en dat soort zaken. Na 40 jaar in de moskee op de Paul Krugerlaan voelen de mensen zich hier toch al thuis. Als je dan ergens anders naartoe gaat, dan moet je dat nog maar zien hoe dat gaat. En eigenlijk, gek genoeg, is dat vrijwel direct al geweest. Waardoor het dat dan toch heel vertrouwd, eigen aanvoelt. Dat geeft wel een goed gevoel, ja. In september vorig jaar, toen bekend werd dat de moskee zou komen, staat de buurt niet bepaald met open armen op de moslims te wachten. Inmiddels is de buurt gematigd positief. Het is een hele andere stroming natuurlijk. Het zijn Surinaamse moslims. We gaan het zien, we gaan het meebeleven. Ze hebben het alles netjes opgeknapt. Ja, hoe voel ik me erover? Ja, net zoals de meeste mensen hier in de buurt, denk ik. Ze zijn er niet happy mee, maar ja, we moeten maar afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen, denk ik. We zijn heel erg benieuwd wat het op gaat leveren. Kijk, of we er blij mee zijn, is een ander verhaal. Maar... Eigenlijk vind ik gewoon dat hun geloof moeten uit kunnen oefenen op een plek bijvoorbeeld zoals dit. Ja, en de overlast. Overlast? Nou ja, met de minaretten bijvoorbeeld, hoe dat is gegaan. Er komen geen minaretten. Nee, dat wist ik dus niet, maar dat is dan prima. En toch? Wij voelen ons omarmd in de buurt.